Kijk, en dit is ook gewoon prima te doen. Kijk dit dan. Woep. De nieuwe. Yo, what up en welkom dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Ja, 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 ja. En we zitten weer op de bike. Lekker man. En jullie zien het. We zitten op de Suzuki SV650. En dan gaan we gelijk over het onderwerp praten. Is een 650cc motor leuk om te rijden? Ten eerste mensen wil ik jullie vertellen. Het maakt niet uit wat je rijdt. Schaam je er niet voor. Ben je 18, heb je net je rijbewijs gehaald. Ga lekker op dat 125cc'tje knallen. Ga alles leren. Ga bochtenwerk leren. Noem maar op. 125cc. Als je 18, 19 bent, je hebt net je motorrijbewijs gehaald. Leer alles op dat ding. Geloof me. Wil je een motorrijbewijs? Ben je nog heel jong? Ga hem gewoon halen. Later ga je voor je A2. Neem altijd code 80 erop. Dat je altijd, als je op een bepaalde leeftijd bent, kan je hem overzetten naar volledig A. Dan, als het goed is, hoef je niet weer opnieuw te gaan lessen en examen te halen en alles. Ik zeg al, elke motor is gewoon leuk om op te rijden. Maakt niet uit, heeft het twee wielen, een motor, is het gewoon leuk om te rijden. Het ligt aan iedereen verschillen natuurlijk. Het ligt eraan hoe oud ben je, wat voor budget heb je, waar woon je, wat wil je, waarvoor ga je hem gebruiken. Dat zijn allemaal factoren waar je aan moet denken met de type motor, zeg maar, die jij wilt of kan halen. Maar in dit geval gaan we het hebben over een 650. In dit geval een naked bike. Is het leuk om te rijden? Ja. Poh, dit is één dikke funbike. Eén kleine dikke funbike. Hey, kijk dit dan. Zo dan. Ja, doorrijden. Niet zo koekeloeren jij. Iemand niet goed geworden in een taxi of iets. Maar dan komen we gelijk op het volgende punt. De voordelen van een 650. Jullie zien het al. Hij is vaak klein en licht. Daardoor kan je gewoon gemakkelijk door het verkeer. Als er file staat, kan je gewoon lekkere file filteren. En dan zonder probleem, zonder spiegeltjes te raken, kan je makkelijk er doorheen filteren. Dat is echt super fijn. Ik zou wel, als ik misschien nog eventueel zou gaan kijken, voor een extra motor erbij. En als het dan een 650 wordt, dan zou ik wel eerder gaan voor een 2-cilinder. 2-cilinder heeft net even iets meer koppel dan een 4-cilinder. Maar pak je een 650 met 4 cilinders, dan heb je hoger, even iets meer power. Waarschijnlijk is de top ook iets hoger. Maar ik heb zoiets met een 650. Waarvoor gebruik je een 650? Je gebruikt hem echt meer voor woon-werkverkeer. En dan is een 2 cilinder gewoon super lekker. Want daarmee trek je gewoon veel harder weg bij het stoplicht. Als er even een situatie is waar je gewoon even snel bij weg wil, dan geef je gewoon even een dot gas. Dan ben je zo weg met een 2-cilindertje. Gewoon meer en meer koppel heb je dan. Hop, we gaan even deze kant op. Vandaag gaan we even een rondje door Rotterdam-Zuid. IJsselmonde doen. Want vandaag moeten we even naar het ziekenhuis. Even een kleine check-up. Dus ik dacht van, ik neem jullie gelijk even mee op de SV650. En dan vertellen wij gelijk, is het leuk om op een 650cc te rijden? En jullie hoorden het antwoord al, dat is zeker een dikke, dikke ja.
Inderdaad, de voordelen zei ik net al een beetje. Sowieso een 650 is super zuinig. Dus het verbruik van deze motor, wat zal het zijn? Denk zo 1 op 20, 1 op 25. Dat moet die zeker wel halen. Licht, klein, je gooit hem overal langs, doorheen, overheen, noem maar op. En het fijne ook hiervan is, je kent dit soort cc'tjes, kan je gewoon helemaal uitpersen met rijden. Daar bedoel ik mee, je kan er eigenlijk altijd wel de max uithalen. En dat heb je eigenlijk weer met een hoog cc, veel pk, heb je dat eigenlijk niet. Kijk, en nu rijden we inderdaad gewoon binnendoor, woon-werkverkeer. En nu rij je rustig. En dan is het prima om gewoon met wat minder cc te rijden. Maar kijk dit dan. Dit bedoel ik. Rotterdam is niet meer wat het was. Oranjeboomstraat komt gewoon nieuwbouw. Niet normaal. Alles wordt gewoon nieuw. Ja, stoppen ouwe kakker. Kijk, dat bedoel ik. Ook zulke lui komen hier te wonen. Want die rode rikken, die zag je vroeger echt niet hier. Maar het weertje is wel echt even lekker nu hoor. Dat is even klaar met al die regen. We hadden de vorige keer de Veesteromrit gereden. En we hebben echt bijna heel de dag alleen maar regen gehad. Dus eigenlijk, mijn GoPro was wel echt... ik denk dat hij wel echt bijna kapot was. Ik heb hem echt goed laten drogen. Want eigenlijk de video die ik heb gemaakt, dat is nog geen eens de helft van de beelden die we hadden geschoten. Dat vind ik wel echt zonde. Echt al mijn beelden, die waren allemaal mislukt qua microfoon, zeg maar. Wat ik al zei, als die mediamod nat wordt, dan is het gewoon klaar. Hop. Maar goed, dat was de vorige video. In principe is die wel goed gelukt hoor. Het was een leuke rit. We hebben genoten. En we gaan gewoon weer door. Ik zie eigenlijk bij een 650 bijna geen nadelen. Gewoon zo goed als geen één nadeel. Voor als je eigenlijk alleen maar binnendoor rijdt. Af en toe een N-weg pak. En hem vooral gebruikt voor woon-werkverkeer. Of inderdaad voor gewoon even een fun ritje. Voor 's avonds gewoon even een rondje. In de stad, in de wijk. Noem maar op. Hop, en dan gaan we hier naar beneden. Lekker man, dat bedoel ik. Twee cilindertje. Echt heerlijk. Ik moet zeggen van mijzelf dat alles wat ik zeg en doe in deze video's is totaal mijn mening. Iedereen heeft een andere mening. Iedereen heeft ook een andere ervaring. Motorrijden is echt gewoon heel erg persoonlijk. Elk persoon heeft gewoon een andere lichaamsbouw, een andere lengte, een andere zithouding en natuurlijk ook gewoon een hele andere beleving met hoe ze iets meemaken. Maar ik moet zeggen van mijzelf, ik heb al aardig wat jaar ervaring op de bike. Ik heb aardig wat motoren gehad. Ik heb allerlei verschillende motoren gehad, van laagste C naar hoogste C. Van race, naked, cross, adventure, noem maar op. Eigenlijk zo goed als alles wat er is. Dus daarom vind ik het ook gewoon fijn om mijn mening, mijn ervaring met jullie te delen. En misschien hebben jullie hier zeker wel wat aan. Dus dat vind ik alleen maar fijn om iemand te helpen met deze video's. En de reden waarom ik eigenlijk... geen 650 zou halen, dus dan gaan we eigenlijk over op de nadelen. Hop, even snel de voorpiepen, klein motortje, en dan gaan we gewoon even hier zo op de. Nee, waarom ik hem niet zou halen is, ik rijd heel erg veel snelweg. Natuurlijk heb je wel een 650 in een soort adventure vorm. Maar ik mis dan net even de pit, de kracht die je nodig hebt om bijvoorbeeld
in te voegen. Om even weg te gaan. Om ergens tussen heel snel te gaan. Noem maar op. Dus echt gewoon het harde doorrijden. Dat mis ik gewoon hoog in de snelheid. Dat betekent zeker niet dat het mis is om bijvoorbeeld een Versus V-Strom 650 te hebben. Daar is zeker niks mis mee. Je komt gewoon weg op de snelweg. En vaak ben je ook nog sneller dan de menige auto die er rijdt. Maar voor mijzelf persoonlijk is, ik mis net even dat setje. Waardoor je net ook even die kick krijgt van, ja, ik weet zeker, ik ben sneller dan 90% van de mensen die nu om me heen rijden. Maar dat is inderdaad persoonlijk. Maar ik heb dat wel heel erg snel als ik op een 650 rijd. Dat ik net even die kick mist van een 1000cc. Natuurlijk, twee cilinder, koppel en alles. Het is snel, het is zeker niet verkeerd. Maar geloof me, als je de snelheid hebt geproefd van bepaalde motoren, dan is een 650 eigenlijk voor snelweggebruik, voor die kick die je af en toe wilt voelen, die is er gewoon niet. Denken dat we hier moeten zijn. Dus dan gaan we heel even kijken. Ja, we gaan denk ik hier even naar binnen, even vragen of het hier is. En dan zie ik jullie zo weer. En we zijn inmiddels weer iets meer dan een uur verder. Oh, het schijnt irritant in die ziekenhuizen. Super lang wachten altijd. Het loopt altijd uit. Maar we zitten weer op de bike. Lekker man. Dit altijd beter dan nog een uur of wat dan ook in de auto zitten. Net trouwens reed die G6S GT nog even langs. Maar ik moet zeggen, dat ding is ook wel vet hoor. Misschien ook wel een goede opvolger voor de V-Strom. Ik zeg, dan heb je net even dat sportieve van de G6. Toch wel weer een beetje het comfortabele van de GT. Hop! Maar nu zitten we lekker op de SV. Lekker man. Wat ik net al zei. De nadelen, het zijn niet per se nadelen. Het is inderdaad hoe net iedereen het ervaart. Maar ik zei al, die kick die je krijgt van de 1000. Als je gewoon even vooruit wil, even gas geven. Die vind ik dat je die wel mis met een 650. Oh, A4. Maar daarbuiten is alles zeker goed te doen. Hop. Dus nu gaan we ook gelijk even een stukje snelweg pakken. En dan zijn we lekker snel thuis. Hoppa. Ik zeg, het is alleen een net even iets mindere kick dan dat je hebt met een 1000. Maar zeker niet verkeerd. Zeker om nu gewoon even weg te komen van alle drukke verkeer, is het prima te doen. Zou ik zelf een 650 als hoofdbike nemen? Dat niet. Dus wat ik net al zei, ik rijd heel veel snelweg. En dan is een wat meer cc toch wel iets fijner. Hop. We gaan nog even hier koekeloeren. Hop. Hier zit de BMW dealer. Even kijken of die nog open is. En dan gaan we daar even kijken wat ze allemaal hebben staan. Dat is wel leuk. Kijk, nu dat we toch hier zijn, kunnen we altijd even koekeloeren. Hop. Kijk, dit rijdt echt prima man. Zo'n klein ding. Gewoon zonder moeite rijden. Op alle bampies.
Gooi hem lekker tussen de bampies. Pohoho. Dat is ook wel een soort droombike hoor. De XR. Hop, van de standaard. Kijk, dit is ook lachen. Boep. Kijk, deze is ook echt heel nice. Dit is die nieuwe. We gaan even binnenkoekeloeren. Hoppa. En dat was de Bampie dealer. Ging gewoon even kijken, we waren toch in de buurt hier. Dus even een heel klein rondje binnen gekeken. Stond tweedehand. Niet echt heel erg veel soeps. Maar nieuw natuurlijk wel. De nieuwe GS 1300. Helemaal zwart. Wel echt heel erg mooi. S1000R blijf ik ook gewoon heel heel mooi vinden. En natuurlijk de RR. M-editie stond er. Ook heel dik. En dan de XR. Helemaal vet. Hoppa. En dan gaan we hier rechts. Even de snelweg op. En dan gaan we met dat leke dingetje even knallen op de snelweg. Je bent wel echt een vlieger. Dat bedoel ik. Nadelen van deze naked bike. 650cc. Je hangt er een beetje bij. Maar goed. Daarvoor hebben we deze bike nu ook gewoon uitgekozen. Voor de vrouw. Om gewoon even het motorrijden te leren kennen. En daar gaan we. Ik moet even richting Europort pakken. En dan daar de snelweg op. Wat is het nou? Alle vijf. Het is nu bijna 4:30. We hebben echt lang in het ziekenhuis gezeten. Bloed geprikt en al. Maar we gaan hier even de snelweg op. En dan neem ik jullie even een heel klein stukje mee op de snelweg. Ik zeg al, het is gewoon goed te doen. Alleen lekker is dat anders. Een adventure bike is natuurlijk veel fijner. Voordelen van de 650cc tegenover de 1000 of hoger op de snelweg is dat je gewoon hoger in zijn toeren zit met een lagere cc motor. En dat betekent ook gewoon dat je meer verbruikt op de snelweg. En dat is al een klein nadeeltje. In principe niet heel erg veel. Want het zijn sowieso zuinige blokjes. Maar een hogere cc op de snelweg rijdt gewoon ietsje rustiger. Kijk, en we rijden nu 109. Kijk, het weer is nu goed. Er staat niet al te veel wind. En ik voel heel erg veel wind op mijn borst. En het is niet, niet storend ofzo. Als je net even een iets sportievere naked hebt. Waar wil je even, kijk, zo even iets meer naar voren leunt. En je hebt misschien een klein ruitje. Dan is het ook gewoon prima te doen. Hoppa. Kijk, en dit is ook gewoon prima te doen. Met een grote bike. Maar doordat de bike niet echt heel hoog is. Kan je net even onder bepaalde spiegeltjes komen. Of net even erboven. Het is echt gewoon een goede hoogte. En hij is niet breed. Hij is zeker niet breed. Dus daardoor kan je nu gewoon veel gemakkelijker. En ook gewoon met meer vertrouwen. Tussen en langs een auto of een vrachtwagen of wat dan ook. Beter dat je gewoon wat afstand neemt. En gewoon even in de rijwacht. Dan dat je gek gaat doen tussen vrachtwagens. Nou, dit was even een korte video. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. Wij gaan richting huis. Ik heb honger. We gaan even eten, chillen. Morgen gewoon weer werken. Dus like de video. Laat even een toffe reactie hieronder. Vergeet zeker niet te abonneren op het kanaal. En zoals altijd zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.